Ik ben Joost Elshof. Ik heb voor Project Air heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het uitzoeken en aansluiten van alle hardware. En daarnaast heb ik me bezig gehouden met het programmeren van de AI. En mijn grootste uitdaging was toch wel de wiskundige algoritmes voor het bepalen van de positie van de gantry. Hallo, mijn naam is Maarten Jensen. Ik ben in dit project vooral bezig geweest met het simuleren van de puck en het oplossen van wiskundige en natuurkundige vraagstukken. De grootste uitdaging was het doorgronden van het bewegingssysteem van de T-Gantry. Hallo, ik ben Rick Lamers. Ik heb voor Project Air gewerkt aan de simulatie van de airhockey puck om te voorspellen waar de puck komt op basis van de camera input. En ik heb gewerkt aan de aansturing van de motoren. De grootste uitdaging was ook om de communicatie cyclisch te laten verlopen. Elke 8 milliseconden moest daar berichten gestuurd worden om de communicatie met de motoren via het CAN-Open protocol in stand te houden. Hallo, mijn naam is Kevin Worm en ik ben het afgelopen half jaar bezig geweest met dit project. Mijn onderdeel was het phishing systeem om de puck te traceren, maar ik ben ook heel veel bezig geweest met de architectuur van onze applicatie en de codekwaliteit. Ik ben Niels Robijns en ik heb mij tijdens het afgelopen project bezig gehouden met onder andere het phishing systeem, de hardware installatie en de hardware aansturing. Het moeilijkste tijdens het project vond ik de hardware aansturing en daarbij vooral de motoren, omdat de communicatie moet lopen via cyclische communicatie. Hallo, mijn naam is Jensen, Garrick, Hatt. Ik heb gewerkt op de Project Air. Die kun je hier achter mij zien. Ik heb voornamelijk gewerkt op de AI gedeelte. Een beetje geholpen met andere delen, zoals de smoothing van de gantry.